ben aan het vliegen met Rob. Rob Gijsbus, die zit voor me, die kun je vliegen. We zitten inmiddels bij de Waalbrug in Nijmegen. Ik probeer dat even te filmen. En er is net wel iets heel bijzonders gebeurd. Rob, wat is er gebeurd? Nou, we kregen een flitspaalwaarschuwing 50 km per uur in Nijmegen. Tijdens de Karelplein. En ik kan je zeggen, Rob vliegt harder de boef. Als je dat al geleerd hebt, dan is toch al een pluspuntje. Oh, niet wel. Nou, je leert wel dingen, hè? Van wat is handig, wat is niet handig, wat werkt voor mij. Oké, Rob, het gaat vanaf deze moment alleen maar vreselijk slecht. Waar gaan we landen? Punt. Punt. Uit. Klaar. Trouwens, wel grappig, zo'n gier, dan komt hij weer op je af. Zie je het? Is je van de lier af? Ja. Alle kisten liggen op één oor. Ja, op dit moment zou ik niet graag echt moeten willen landen. Ik zou nu ja, nog eventjes willen wachten. Met de DSA-trekkers aan de kant kijk. Komt het plekje. Ja. Ja, maar wij hoeven nog niet te landen, hè, op dit moment. Ja, lekker hè, te let. Weer een soort berendruk gelijk. Waarom draai je niet linksom nu? Draai je van de lier af? Oké. Nou, dat is een goede reep. Ja, de DSA-strip is nu leeg. En de linkerkant van ons eigen veld is ook leeg. En dan gaat de kist nu onder je door landen. Die doet dus wat ik straks zei, hè? Niet lullen, klep trekken, gas geven en landen. Dat is precies wat die doet. Ja. Maar die gaat bij de DSA landen. Nee, wij kunnen nu aan de buitenkant van het midden, rechts van het midden landen. Kijk maar, daar kunnen wij, dat kan wat wel. Maar je stijgt nog steeds, je zakt niet. Zie, het veld is leger en leger. En je bent overtrokken bijna. Dat vind ik altijd geen goed idee op lage hoogte. Want je duikt dus inderdaad in die herstel. En als er dan een kist onder je zit, die zie je dus niet, hè?